Hey allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is zondagochtend en het heeft gewoon gesneeuwd in Utrecht. Nou, na die actie ben ik nog maar even alleen verder gaan wandelen. En zoals jullie zien is de sneeuw als sneeuw voor de zon, zoals ze dat zo mooi zeggen, verdwenen. En de reden dat ik nu even aan het wandelen ben is omdat ik de laatste tijd merk dat ik best wel veel last heb van een gebrek aan focus. En dat zorgt ervoor dat ik iets meer gestrest ben dan normaal en iets minder productief. Wat niet heel erg handig is, want ik heb een groot nieuw project waarin ik al maanden aan het werken ben. Waarover ik in deze vlog later nog iets meer zal vertellen. En de deadline ervoor die nadert, dus ik moet daar even iets aan gaan doen. Hey pap, met Sander. Sorry dat ik zo laat nog bel. Hallo. Pap, ik vroeg me af, wat zou jij ervan vinden als ik weer even thuis kon wonen? Oeh, dan verras je me even niet. Zo, volgens mij heb ik een goede oplossing gevonden. We gaan even op reis. Ik ben onderweg naar mijn ouders, want ik denk dat de oplossing voor mijn focusprobleem daar ligt. Ik ben er sowieso ook al een tijdje niet meer geweest, dus überhaupt heel erg leuk om daar weer even naartoe te gaan. En dit is een klein uurtje rijden, dus ik zet de muziek even ietsje harder en dan zijn we er zo. Het is nog eens even lekker wakker worden zeg. Wat een lekker zonnetje. Ik vind dat ook een van de chille dingen die dat ik nu merk is dat ik bij mijn ouders ben. Ik weet niet, toen dat zij in het buitengebied gingen wonen en ik heel erg jong was, dat ik dacht, ja, moet dat nou, weet je wel, ik wil gewoon lekker in de stad zitten. Maar als je dan zo hier bent en wakker wordt naar buiten kijkt, dan is het toch wel heel chill dat dit zo meteen tot je beschikking is. Wat in Utrecht natuurlijk niet het geval is. Dus ik ga even genieten van een ochtendwandeling en dan gaan we lekker aan de slag zo. Alright jongens, tijd om even te praten. Ik merkte dus dat ik in Utrecht te weinig focus had en daarom ben ik naar mijn ouders gegaan. Omdat ik in de loop der tijd heb gemerkt dat soms wanneer je te veel afleiding, te veel prikkels hebt, het goed is om even uit je vaste omgeving te gaan en je puur en alleen op die ene taak te kunnen focussen. Dat heb ik tijdens mijn scriptie bijvoorbeeld ook gedaan, ben ik hier ook een vaker gaan zitten, want ik heb hier gewoon heel chill een broodje voor het raam staan, mooi uitzicht. Ik leg mijn telefoon weg. Ik heb met de mensen die ik normaal gesproken elke dag moet kunnen bereiken afgesproken dat ik 2 keer per dag even mijn mail check en al mijn berichten. En dan kan ik me verder puur en alleen richten op de ene taak die ik hier moet doen. En die ene taak is het volgende. Ik heb in de eerste vlog al verteld dat ik bezig ben met het creëren van een platform voor jonge ondernemers. Een platform waar dat kennis en ervaring kunnen worden gedeeld. En de eerste onderdelen van hebben jullie al kunnen zien. Dat is enerzijds de podcast en anderzijds de vlog waar jullie nu naar kijken. Want in deze vlog laat ik natuurlijk onderdelen zien van het starten van mijn nieuwe onderneming. En ik hoop dat je daar ook veel lering uit haalt en dat je daar zelf inspiratie uit put. En het derde onderdeel is dat ik al maandenlang bezig ben met het schrijven van een online programma. Ik ben zelf natuurlijk de afgelopen 10 jaar ondernemer in de muziekindustrie geweest. Ik ben advocaat ondernemingsrecht geweest. En ik vind ondernemen gewoon überhaupt een hele mooie verrijking van je leven. En niet alleen van dat van jezelf, maar ook van het leven van anderen. Ik denk oprecht dat er voor mij niets mooiers bestaat dan met je eigen creatie, iets wat je zelf hebt verzonnen, het leven van anderen ook mooier maken en dat met elkaar delen. En wat me is opgevallen is dat er ontzettend veel jonge mensen zijn met supergoeie en toffe ideeën die daar met heel veel energie en passie over spreken, maar uiteindelijk toch niet tot actie overgaan. En dat zul je zelf bij jezelf misschien herkennen of ook bij mensen in je omgeving, dat iemand tijdens een verjaardag of iets anders over een idee van hem spreekt en dat je na een half jaar dan nog eens vraagt van hé, ben je er nou iets mee gaan doen, hoe staat het ermee? En dat diegene dan toch is afgehaakt. En ik vind dat eeuwig zonde. Ik vind dat iedereen die een idee heeft, dat idee een kans zou moeten kunnen geven. En het is dan ook mijn doel om jonge ondernemers te helpen bij het realiseren van hun ondernemersdroom. En wat ik daarbij ook heb gemerkt is dat het ondernemen vooral een mentaal proces is.
En natuurlijk is iedereen heeft zijn eigen pad, maar door de jaren heen heb ik daar best wel wat gelijkenissen in ontdekt die voor iedereen opgaan. En angst is daarbij een hele belangrijke. Heel veel mensen zijn eigenlijk bang om voor hun eigen idee te gaan. Vanwege de kritiek van anderen of omdat ze bang zijn om te falen. En mocht je nou geïnteresseerd zijn in dat online programma, het is er nog niet. Maar je kan je in de link hieronder in de beschrijving altijd inschrijven om op de hoogte te worden gehouden. En dan stuur ik je een berichtje zodra dat er meer nieuws bekend is en dat ik richting het einde ga en het wordt gelanceerd. Alright, mijn 3 dagen bij mijn ouders zitten erop. Ik heb me super goed kunnen focussen, dus het heeft een effect gehad. Ik ben enorm veel verder gekomen met het online programma. Ik heb eindelijk alles wat ik in losse onderdelen bij elkaar kunnen combineren. En zoals ik al zei, mocht je snel op de hoogte willen worden gehouden hierover, dan schrijf je even in via de link hieronder in de beschrijving. En dan krijg je een mailtje van me wanneer dat er weer nieuws beschikbaar is. Ik ga terug naar Utrecht. Ik heb morgen weer een nieuwe podcastopname samen met Jasper. Neem ik jullie ook mee naartoe. Hele bijzondere gast. En dan zien we elkaar morgen. Zo, goedemorgen jongens. De volgende dag is aangebroken. En kijk eens wie we hier hebben. Dit is Mr. Jasper, de cameraman. Misschien moeten we hem eens even gaan vragen wat een cameraman of fotograaf doet, dus dat hij niet goed kan focussen. Check me out. Nou jongens, aangekomen in Amsterdam. En ik dacht voordat we daar naar binnen gaan, zoals ik al zei, mijn cameraman Jasper is natuurlijk ook fotograaf. Ik denk een van de belangrijkste dingen van een fotograaf is natuurlijk dat je goed moet kunnen focussen. Dus Jasper, kom er maar bij. Ik zou zeggen, wat is jouw tip om beter te focussen in het leven met je werk? Ja, meestal zorg ik ervoor dat ik, zeg maar als ik me niet kan focussen, dat ik dan vroeg naar bed ga. Want als ik een dag vroeg opsta, wat jij volgens mij altijd doet. Ja, zeker. Dan merk ik dat mijn dag gewoon, dat ik, als ik vroeg begin, ik sta op, ga meteen aan het werk. Dan merk ik dat ik zoveel productiever ben en gefocuster ben de hele dag. Terwijl als ik om 10 uur eens opsta en om 10:30 dus begin met werken, dan is meestal de rest van de dag ook matig. Ja, omdat je dan wat meer gehaast bent of zo, of wat is dan hetgeen wat... Ja, of nou ja, net als wat jij ook hebt, dat je het gevoel hebt dat je achterloopt en dat je al zoveel uren eigenlijk kwijt bent. Ja, zeker. Ja. En 's ochtends heb je natuurlijk ook iets minder prikkels, of veel minder prikkels. Ja. Dus zoals Jasper zegt inderdaad, ik sta meestal rond 6 uur op. Dan heb ik in ieder geval de tijd tussen 6 uur 's ochtends en 8:30 ongeveer, zonder dat ik allerlei berichtjes krijg en e-mails en zo. En zo geldt dat dus voor meerdere mensen. Dus hele goede tip om beter te kunnen focussen. Alright mensen, we zijn aangekomen in Amsterdam bij Basquets, exclusieve sneaker store die ook online heel goede zaken doen. Hier zien jullie de voorkant. En ik ga even binnen kijken hoe dat er hier binnen uitziet. Kijk, de podcast setup is al dik opgebouwd. Je zal misschien denken, traditionele retail store, dat werkt toch niet met corona. Maar het vet is dat ze ook een heel groot online platform hebben. Mocht je dat al kennen, hele grote kans. Mocht je het nog niet kennen, dan check het vooral. En daarnaast doen ze in deze tijden ook een delivery service. Dat is gewoon als je je schoenen of je kleding bestelt naar huis komen brengen. Super goede oplossing natuurlijk, blijf je ook nu met je doelgroep in contact. En ik ga hier zo meteen met Daan, de oprichter van Basquets, een hele top podcastopname doen. Alright jongens, in een week waarin het natuurlijk al veel over focus is gegaan, heb ik hier een van de masters op dat gebied bij me, Sam Veld. Hij reist normaal gesproken de hele wereld over en heeft meerdere businesses die dat hij moet runnen. Denk iemand die wel een expert is in hoe dat je je focus zelfs in drukke omstandigheden met veel prikkels juist moet houden. En ik dacht Sam, om die reden wel interessant om jou te vragen, wat is jouw key tip om je focus op de juiste plekken vast te houden? Ja, dat is een goede vraag. Je noemt me wel een expert op dat gebied, maar ja, ik struggle er zelf ook nog mee. En dat is denk ik een van de grootste struggles die er sowieso voor een creatieve ondernemer kan zijn. Dus je hebt zoveel ideeën, je hebt zoveel dingen die je leuk vindt, tof vindt, die je inspiratie geven. Wat ga je nou doen en wat ga je niet doen? Ja. En ik denk dat één ding wat ik net al benoemde in de podcast is, teams bouwen is super, super waardevol, want daardoor kun je gewoon meer doen. Dus je de juiste mensen om je heen zoekt, zorgen dat je met de juiste partners samenwerkt, die misschien ook een stukje aandelen geven als je nog helemaal geen geld hebt om geld te betalen. Dat werkt gewoon heel goed, want daardoor kan ik zeg maar die 150 shows per jaar doen, vliegen,
maar toch al die zaken draaiende houden. Of zeg maar de start-ups groter maken. Dus teams bouwen is denk ik een belangrijke. En ja, qua focus gewoon ook nee durven zeggen. En ook weten dat je tijd beperkt is. Ik kan nu op dit moment gewoon geen ander project aannemen. Ik heb nu dus ik heb mijn eigen carrière, ik heb Hartsveld, ik heb Fangage, ik heb Bright, ik heb de stichting. Het is al best wel veel en ik heb ook echt, ik weet ook gewoon, als ik nu iets anders wil gaan doen, dan moet het zo goed zijn dat ik die andere, een van die andere projecten, dat ik er afscheid van wil nemen. Ja, zeker. Want anders dan gaat het echt niet van de grond komen en dan kan ik het beter niet doen, want dan gaat het me een heleboel tijd, geld, energie en stress kosten. Alleen gaat het me verder niks opleveren. Dus ja, ik denk selectief zijn, dat is natuurlijk de focus in de definitie, is selectief zijn en zorgen dat je aandacht in een paar dingen gaat zitten waar je echt in gelooft. Ja. Precies, dus juist de mensen om je heen verzamelen, prioriteiten straight hebben en ook deze doen. Tegenover jezelf ook als nog zo'n goed idee, als het niet beter is dan de huidige ideeën waar je je tijd aan besteedt, dan doe het gewoon niet. Of verkoop het, schrijf het op. Deponeren en verkopen. Precies. Dat is het doen. Ja. Alright, het is zondag en ik heb vandaag een rustdag. Dat betekent dat ik helemaal niets ga doen. Geen podcastopnames, geen voorbereidingen voor podcastopnames. Niet aan het online programma werken, geen e-mail, geen social media. Helemaal niets. Telefoon staat uit. Die gaat in de kast en die raak ik ook niet meer aan vandaag. Want ik vind het af en toe heel erg fijn om te doen, om even van alles uit te schakelen, zodat ik volgende week weer fris aan mijn week kan beginnen. Er staat een hele leuke week op de planning. Ik heb wel 5 podcastopnames volgende week. Ik heb een afspraak bij een bedrijf dat supercars verkoopt, tuned, allerlei aanpassingen aan maakt. Dus dat is ook heel erg vet. En voordat ik de vlog ga afsluiten, heb ik nog 2 belangrijke punten. Punt 1. Als je waarde uit deze video's haalt, als je het vet vindt wat ik doe, zou ik het heel erg waarderen als je wilt abonneren op dit kanaal. Als je wilt reageren op de video en een duimpje omhoog zou willen doen. Want het valt me op dat er heel veel mensen de video's kijken en de waarde uithalen, wat ik natuurlijk allereerst heel erg belangrijk vind. Maar dat er minder mensen abonneren. En het helpt mij heel erg op het kanaal te laten groeien als jullie dat zouden willen doen. Wil je niet? Ook even goede vrienden, maar ik wil het in ieder geval even gezegd hebben. Punt 2. Ik heb natuurlijk heel veel over focus gehad deze week. En in dit boek, Focus aan uit van Mark Tichelaar, kan je daar alles over lezen wat je eraan kan doen om je focus te verbeteren. Ik denk dat iedereen wel merkt dat zijn focus wel eens beter zou kunnen zijn. En in dit boek wordt heel erg goed uitgelegd waardoor het komt dat je focus weglegt. Maar nog veel belangrijker, wat je eraan kan doen om dat te verbeteren. En één belangrijke tip, die zag je mij net al doen, dat is je telefoon op bepaalde momenten van de dag even uitzetten. Dat kan gewoon van een uurtje zijn of aan het begin van de dag. Maar in ieder geval zodat je ervoor zorgt dat je daar niet heel door wordt afgeleid. Een ander belangrijk punt is ook het checken van je e-mail. Dat je dat niet 100 keer per dag doet, maar bij wijze van 3 of 4 keer. Wat er ook voor zorgt dat dat weer meer gekanaliseerd is. En ja, er zijn nog tal van andere vormen van tips te verzinnen daarvoor. Lees het boek, zou ik zeggen, kan je ontzettend veel uithalen. Ik pas het zelf ook in mijn dagelijks leven toe en dat heeft me ontzettend veel waarde opgeleverd. En dan zou ik zeggen, ik zie jullie volgende week weer. Ik ga de hele week weer filmen, want er staan veel belangrijke en leuke dingen te gebeuren. En thanks voor het kijken van deze video.